niets is minder waar. Hij trok zo pas naar Amerika om er een Amerikaans offensief voor te bereiden. Wij hadden afspraak met Helmut in Los Angeles. Op dit moment ben ik hier op Rodeo Drive. Dat is een winkelstraat, heel duur, ook heel mooi. En die is vooral bekend van Melrose Place en Beverly Hills 90210. En ik moet zeggen, het ziet er dus eigenlijk helemaal hetzelfde uit als op televisie. Eén keer dat ik hier rondwandel, misschien kom ik hier nooit meer, moet je hier toch iets gekocht hebben. En ik draag graag kostuums, dus ik vind het ook nog nuttig. Ik heb ze toch nodig. Dus, Eddie Murphy, for example, is one of our best, you know, client. And then I personally helped him several times. And we put a lot of wardrobes together for his movie, coming Beverly Hills Cop 2, like, you know, in the past. And we have, like, as an athlete, so Mike Tyson is one of our best customers. Richard Dubois is de man die naast mij in de wagen zit. Hij voert mij rond, omdat ik met zo'n dure wagen niet durf rijden. En omdat die wagen trouwens ook niet van mij is. Maar Richard is ook de man die ons in Amerika gaat promoten. Die bezig is met overal de contacten te leggen met televisiestations. En ja, Richard die zet zich voor de volle 100% in om ons in Amerika te proberen laten doorbreken. We zullen wel zien wat dat geeft. Hè. We have Sylvester Stallone, we have Bruce Willis, we have Whoopi Goldberg, Sharon Stone, Mickey Rourke, Gina Davis, every big star you can imagine we have here. All very nice, charming, fun people. It's well in a tough hotel where I'm sitting, want. In dit hotel hebben Marlon Brando, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer en Richard Gere al geslapen. Misschien lig ik wel in Michelle haar bed. Het is de allereerste keer dat ik in L.A. ben. Ik moet zeggen, ik vind het een mooie stad. Maar ik heb nu al een paar steden gezien in Amerika, Atlanta, Chicago. En ik vind Miami Beach. Ik vind Amerika eigenlijk heel mooi. Ik vind het gezellig. Maar ik vind de mensen in Europa wel anders dan in Amerika. Ik vind die gemaakte vriendelijkheid hier, die stoort mij soms. Het is allemaal zo artificieel. Zo. Ik vind dat de mensen bij ons wel authentieker zijn. We gaan zo meteen naar de Walk of Fame en daarna gaan we een paar mensen ontmoeten om te praten over de release van onze plaat. We staan hier op de Walk of Fame en ik ben een beetje kwaad, want ik heb geen uren de tijd om hier te kijken wie dat hier allemaal ligt. Maar ik heb Elvis nog niet gezien. En we moeten voort, dus dat vind ik eigenlijk heel vervelend.
Op wie staan we? Lionel Barrymore. Wie is dat toch in godsnaam? We gaan nu naar Capitol Records. En ik vind dat wel spannend. Mannen, een groot moment voor mij. Ik sta hier voor het gebouw van Capitol. En ik ga hier zelfs naar binnen omdat ik vandaag een heel belangrijke meeting heb met platenmensen uit Amerika. En ik hoop dat er hier iets heel interessants zal besproken worden. Ze zijn zeer geïnteresseerd in de release van de CD. We moeten alleen nog nadenken op welke manier dat we het willen doen. Maar in theorie wordt de CD hier wel uitgebracht. We houden u uiteraard op de hoogte van de successen van Helmut Lotti. Zo, en daar.